De provincie moet jagers verbieden nog langer verwilderde katten af te schieten. Dat bepleit de Partij voor de Dieren in Brabant. Als protest tegen het afschietbeleid heeft de partij een petitie online gezet. Uit rapportages van de faunabeheereenheid Brabant blijkt dat er per jaar ruim 1600 wilde katten in de provincie worden doodgeschoten. Naar schatting de helft van wat er rondloopt. Verwilderde katten staan al sinds 2006 op een lijst van dieren die geschoten mogen worden omdat ze schadelijk zijn voor beschermde inheemse diersoorten, zoals weidevogels.